Een derde van alle op Q-koorts geteste herpenaren heeft de infectieziekte gehad. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar Q-koorts in herpen dat de GGD sinds februari uitvoert. 507 deelnemers van dat onderzoek hebben de ziekte ooit gehad, maar hielden er geen chronische infectie aan over. 6 deelnemers hebben wel een infectie, daarvan wordt nog onderzocht of het om Q-koorts gaat. Deze week stuurt de GGD alle deelnemers hun persoonlijke uitslag en advies. In 2007 brak er een Q-koorts-epidemie uit in herpen. De ziekte wordt overgedragen door schapen en geiten.